Goedemorgen, jongens, meisjes, Makim, hier zijn we weer. We zijn nog bezig met de verhalen van Mozes op weg naar het beloofde land. En we zullen vandaag horen hoe het verder gaat. De berg Sinaï. De mensen hebben weer een hele dag door de woestijn gelopen. Nu zijn ze bezig hun tenten op te zetten, vlakbij een steile berg, de Sinaï. Ze hebben gehoord dat ze hier een poosje zullen blijven. Dus morgen gaan ze niet meteen meer weg. De mensen kijken naar de berg en ze vertellen elkaar wat ze erover gehoord hebben. Want dit is een hele bijzondere plek. Bij deze berg is het begonnen. Toen ze nog slavenwerk deden in Egypte en werden afgebeuld, toen heeft God hier tegen Mozes gesproken. Vanuit een brandende struik heeft Mozes Gods stem gehoord. En God heeft hem toen naar Egypte gestuurd om de mensen vrij te maken en hier naartoe te brengen. Wat een bijzondere plek, hè? Je wordt er een beetje stil van. Als je daaraan denkt, zou God hier opnieuw spreken? Zomaar? Zodat je echt zijn stem zou horen? Hoe zou dat zijn? De mensen kijken omhoog langs de helling. Kijk, daar gaat Mozes. Hij klimt omhoog. Zou hij op de berg een afspraak hebben met God? Als Mozes weer naar beneden komt, wil iedereen graag horen hoe het met hem is. Mozes praat met de leiders van het volk en die geven het weer door aan de andere mensen. God heeft gezegd: jullie hebben gezien wat er in Egypte is gebeurd en hoe ik jullie hier bij mij heb gebracht. Zoals een vliegende arend zijn jongen draagt, zo heb ik jullie gedragen. Als jullie naar mijn stem luisteren, dan zullen jullie mijn eigen volk zijn. Dan zullen jullie een heilig volk zijn, een speciaal volk. De leiders en alle mensen die het horen zeggen: ja, dat willen we. Alles wat God van ons vraagt, zullen we doen. Mozes gaat terug naar de berg en zegt dat tegen God. Als Mozes terug is na een tweede bezoek aan de berg, roept hij de mensen opnieuw bij elkaar. Hij zegt: over 3 dagen zal God tot ons allemaal spreken. Denk erom. Niemand mag op de berg komen. Niemand mag naar boven klimmen. Of zelfs de berg aanraken. En iedereen moet zich in deze 3 dagen klaarmaken. Dus was je kleren en zorg dat je over 3 dagen klaar bent om naar God te luisteren. De mensen gaan nu terug naar hun tenten. Ze gaan aan de slag. Ze wassen hun kleren en ze praten met elkaar over wat er komen gaat. Wat spannend! Hoe zou het zijn? En wat betekent het om een speciaal volk te zijn voor God? Na 3 dagen komen ze allemaal uit het tentenkamp en lopen samen naar de berg. Een eindje van de berg af blijven ze staan. Ze zijn stil. Sommigen houden zelfs af en toe hun adem in. Het is mooi, maar ook heel spannend. Het lijkt wel alsof er heel veel rook opstijgt vanaf de berg. En het geluid wat ze horen klinkt zo hard als trompetten. De berg beeft en schudt. De mensen kijken er met grote ogen naar.
Hier krijg je kippenvel van. Zo bijzonder is dit. Wat zal God tegen hen zeggen? Nou, dat is een mooi verhaal. Dat de mensen nu de stem van God mogen horen en dat hij hun vertelt dat hun een speciaal volk van God zullen zijn. Als je leeft samen met God, dat zeggen we elke week toch? Dan weet je, hij draagt je, dat hoorde je in het verhaal, net zoals een vogel, een arend, zijn kindjes draagt, zo draagt God ons door het leven heen. Dus heb je vragen, bidden, wij zijn een speciaal volk, het volk van God. En na het verhaal krijgen we leerlingen van ons die gaan zingen voor jullie. Het eerste is Miucha, daarna komt Elena met Amaira en een broertje Santiago. En die hebben een vriendinnetje, Numia. Misschien spreek ik het verkeerd uit, maar ze zingt heel leuk mee met ze. En daarna komen Levi en Lois. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, tot je groeien mag. Of je groeien mag, of je groeien mag. Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. Untuk hidup, ya. Untuk hidup, ya. Untuk hidup, ya. Baca firman, untuk hidup, ya. Dat was mooi. Kinderen die zongen, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Nu gaan we afsluiten met een gebed door Jamena. En dan wens ik jullie vanaf hier een fijne zondag. En volgende week een fijne week voor degene die weer starten morgen met school. Wens ik succes. Tot ziens. Lieve God, u ontmoeten is zo bijzonder dat ik er vaak stil van word. Alleen maar kijk en luister en zo voel dat u erbij bent. Het geeft me rust en vertrouwen. Dat ik er niet alleen voor sta. Dat u ondanks alles toch altijd bij me bent. Amen.